bijvoorbeeld. Op zeer korte termijn zal ook in Hardenberg de oproep rondkomen om te laten vaccineren tegen het COVID-19 virus. De bereidheid is bij sommige mensen heel groot, vooral met de mensen die in de zorg werken. Een ander twijfelt en nog weer een ander wil zich absoluut niet laten vaccineren. Wij staan hier op het Van Wevelink Hovenplein in Hardenberg en hebben diverse mensen gevraagd: laat u zich vaccineren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Bent u ook van plan om zich te laten vaccineren? Als we het leven weer terugkrijgen, wel ja. Ja. Bespeur enige twijfel? Ja, nou ja, omdat het toch maar zo kort dag is. Ik weet niet, is er voldoende onderzoek verricht? En ik bedoel, ik ben natuurlijk al redelijk op leeftijd, maar ik kan me best voorstellen dat jonge meisjes of jongens twijfelen, omdat je de gevolgen op lange termijn niet goed. In principe wel. Ja, maar ik zit nog wel met een aantal vragen. He, wat dat qua het vaccinatie, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ja, ik wel. Ja? Jazeker. Nee, ik niet. Ik denk dan wel. Dat ik wel van plan, ja. Jazeker. Ja. Ja, ik laat me vaccineren. Ik zit ook in een zorggroep, dus ik denk ook dat het heel belangrijk is om het te doen. Ik heb zelf corona gehad, dus ik zie ook de zin van het vaccineren wel in. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons allemaal laten vaccineren. Nee, ik ga me niet vaccineren. Ja, ik laat me zeker in vaccineren. Ik heb me aangemeld, dus ik werk in de zorg, dus ik denk dat dat ook, ja. Je weet niet wat erin zit, er is nog niet getest en ja, nee, ik vertrouw het gewoon allemaal niet meer. Ik leef zo voorzichtig mogelijk, tot nu toe en altijd veilig, maar ik weet het niet. Ik ben bang voor alles, dus ik blijf graag op afstand. De onzekerheid, en dat is voor mij al genoeg reden om nee te zeggen. Okay, ieder zijn eigen keus, die wel wil helemaal prima, maar voor mij niet. En de verlengde lockdown, had u daar een beetje op gekeken? Nou, eigenlijk wel, ik vind het vreselijk. Ja. Ja. Ja, je hele leven staat een beetje on hold, dus... nou ja, je mist best veel sociale contacten en ja, als je een beetje knuffelig bent, dan is dat ook al niet... Ja. Het is natuurlijk niet leuk. Kijk, ik heb ook twee dochters. Ja, dat is natuurlijk 19 en 16. Dus ja, die vinden dat natuurlijk ook niet echt heel erg geweldig. Maar ja, ik denk dat ze niet anders konden. Nee, nee. Voor ons mensen gewoon in huis is het niet zo ramp. Nee, echt niet. Wij leven ons gewone leven bijna. Maar verder voor de rest, voor zakenmensen en andere mensen die werken moeten en in scholen, is het heel erg. Het is gewoon noodzakelijk als je dan hoort van wat er in Engeland allemaal gebeurt, dan denk ik dat we er eigenlijk niet onderuit kunnen. Het is wel jammer, maar ja, het is triest, vind ik, voor een heleboel bedrijven. Dat vind ik wel inderdaad, maar ja, ik heb het idee dat het echt onvermijdelijk is om dat te doen nu. Ja, dus. Maar ik wil nog wel één ding zeggen, dat ik vind het wel jammer dat ze Hugo de Jonge zo hebben aangevallen. Ja. Ja. Dat vind ik niet eigenlijk, vind ik persoonlijk niet terecht. Nee.